Aan mijn studio, dames en heren, zit Rudy Braasbeek. Rudy Braasbeek heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het ontwikkelen van een jongleurs act. En het bijzondere daarvan is dat Rudy zelf spastisch is. Wat natuurlijk het jong leren er niet makkelijker op maakt, maar wel ook een grote uitdaging. Rudy, jij kunt. Jij kunt allerlei trucjes. Met allerlei verschillende soorten voorwerpen. Ja. Je hebt dingen acts met. Ja. Met bestek. Ja. Je hebt dingen met flessen. Ja. Met porselein. Ja. Kun je ons iets laten zien? Ik zie dat je nu iets wil gaan doen met bestek. Ja. Ja. Dat is. Dat ging nog niet zo goed, hè, Rudy? Oprapen. Ja. Ja, raad maar op. Nou, Rudy heeft nu de messen weer in zijn hand. Het zijn van die mooie. Er komt dadelijk iemand met een doekje of zo. Kun je het nog een keer proberen? Verzin, Rudy. Nee, niet, maar niet in de buurt van die apparaten. Niet in de buurt van de apparaten, Rudy. Dat ging even mis. Het is natuurlijk ook voor iemand met een spastische aandoening moeilijk om de coördinatie goed te krijgen. Rudy, wat is je beste truc die je kunt? Ja. Wat is de beste truc die jij kunt? Ja, nu. Is dat, welke is dat? Met de messen? Of met. Je kon ook iets heel moois met porselein, hè? Ja. Rudy, ik denk dat. Ik denk dat we misschien beter kunnen stoppen, want je bloedt wel. Je bloedt heel erg. Ja. Dat zal best pijn doen, ja. Want het ligt flink open. Heb je ook aan gedacht om niet meer met van die hele scherpe messen, maar bijvoorbeeld inderdaad met houten lepels of zo? Wat zeg je? Stop. Pop. Wil je stoppen? Pop. Een pop. Wil je een pop? Pop. Ja. Pop. Ja. We hebben hier niet een pop uit. Nee, doe maar niet meer. Nee, doe dat. Rudy. Ja, precies, dat doet. Je moet ook niet met die kaasschaaf zo. Ik denk, Rudy, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alles wat je gedaan hebt nu. Maar ik denk dat we over moeten naar een ander onderwerp. Laat nu maar liggen. Rudy, niet meer. U hoort. Rudy is vol enthousiasme bezig met zijn jongleerscarrière. En ik vind dat we dat alleen maar moeten aanmoedigen, natuurlijk, als mensen hun moeilijkheden proberen te overwinnen. Rudy, bedankt. Joost mag het weten. Een nieuwe rubriek hier bij VPRO's De Avonden. Ja. Onoplosbare vragen gesteld aan onze expert in onoplosbare vragen, Leo. Ja. Leo, jij bent gespecialiseerd in onoplosbare vragen. Ja, als het ook maar enigszins, bijna onoplosbare vraag is, dan hupsakee, daar ga ik voor. Dan is het iets voor jou, hè? Is het iets voor mij. Nou, ik heb hier je eerste brief al gelijk uit Purmerend. Vraagt mevrouw De Graaf, heeft de volgende vraag. Ja. Hoe komt het nou toch dat de kangaroo alleen maar voorkomt in Australië? Ja,
Nou, mevrouw, dan zal ik dan het volgende op zeggen. Joost mag het weten. Joost mag het weten. Er is eigenlijk niemand weet het. Voor hetzelfde geld hadden ze hier gewoon door de weilanden gehuppeld. Maar de geschiedenis heeft nou eenmaal geleerd dat ze eigenlijk alleen in Australië voorkomen. En dan hier en daar in dierentuinen natuurlijk. Ja. Maar waarom dat is, Joost mag het weten. Joost mag het weten. Nou, ja. Dan gaan we gelijk door met de tweede vraag. Mm-hmm. Dat is meneer Winters, ja? Uit Beverwijk. Oh, leuk, ja. Die heeft de volgende vraag. Hoe komt het nou toch? En dat is nog wederom een vraag een beetje in de natuursfeer. Oh ja, dat is leuk, ja. Hoe komt het nou toch dat sommige koeien bruin zijn en andere weer zwart? Zwart, ja. En dan zijn er ook nog de bontgevlekte hier en daar. Ja. Hè? Nou, meneer uit Beverwijk, daar heb ik het volgende antwoord voor u op. En we hebben echt even moeten zoeken. Joost mag het weten. We hebben geen idee. Het schijnt vaaglijk iets te maken te hebben met erfelijke factoren. Maar hoe en waarom en wanneer precies en wat en bruin en zwart en wit. Joost mag het weten. Geen idee. Nou, dan maar gelijk weer de laatste vraag. Tuurlijk. Van de meneer Uitersmans. Oh, Uitersmans. Uitersmans, ja. Uitersmans, meneer Uitersmans. Mm-hmm. Uit Haarlem. Ja. Die vraagt het volgende. Ja. Hoe lang kan je iemand martelen zonder dat hij flauw valt? Ja, nou... meneer Uitermans was het, hè? Ja. Uit Haarlem. Joost mag het weten. Joost mag het weten. Het schijnt in dit geval heel erg afhankelijk te zijn van de persoon zelf. Je hebt personen, als je daar één nagel uittrekt, hopsakee, plat gaat de handel. En je hebt mensen, daar kun je stroom op zetten tot je doodvalt. Niks aan de hand, die blijven je met wakkere ogen aankijken. Dus, om nou te zeggen, is er één recept voor hoe lang een mens gematteld kan worden voordat hij flauw valt? Nee. En dat moet dus het antwoord helaas weer op zijn. Joost mag het weten. Proefondervindelijk zullen we dit uit moeten vinden per persoon. Nou, dat was het dan weer, dames en heren. Volgende week zijn we natuurlijk terug met wederom... Joost mag het weten. En ik hoop dat u dan... Waar ik nogal last van heb, ja. Is dat moment dat ik klaarkom. Ja. He, dus dat eigenlijk zeg maar het zaad uit mijn geslacht begint te spuiten. Ja. En waar sowieso wel veel is hoor. En veel meer denk ik dan bij de gemiddelde man. Je komt veel klaar, hè? Echt, grote hoeveelheden. Echt liters. Ja. Maar dat ik dan ook heel heftig uit mijn neus begin te bloeden. Zo. Die dikke klodders bloed spatten er dan eigenlijk uit. En vaak is dat dus over het gezicht van de vrouw waar ik dan mee aan het neuken ben. De desbetreffende vrouw. En die schrikt daarvan, hè? Ja. Die ziet daar natuurlijk niet zitten. Maar buiten dat begint er ook, komt er ook uit mijn ogen. Ja. Links en rechts uit mijn ogen komt er een soort beige-achtig vocht. Een beetje slot-achtig. Ja. En dat spuit dan ook uit mijn ogen. Dus dan moet je je voorstellen dat ik... En ik begin heel erg te hoesten, bloed op te hoesten. Ja. Dus eigenlijk, ja, al dat bloed en dan dat beige-achtige vocht waar uit links en rechts uit mijn ogen spat. Hoe lang duurt dat? Dat kan soms wel eens 20 à 25 minuten kan dat duren. Zo. Waardoor de zaak echt behoorlijk blank staat bij mij thuis. En ja, de wijven schrikken er ontzettend van. Tuurlijk, die verwachten dat niet, omdat ik eigenlijk van tevoren heel teder ben. Ja, dat heb ik gehoord. Je hebt een hele tedere minnaar, ben jij, hè? Ja, ik zeg altijd vaak, een zachte aanraking kan meer doen dan een heipaal in de voeg. Precies, hè? Dat heb ik dan ooit gezegd hebben. Ja. Dat is dan opgetekend door mensen uit mijn familie die vaak mijn uitspraken bijhouden. Vaak zitten er juweeltjes tussen. Tuurlijk. En slaat wel eens de spijker goed op zijn kop. Absoluut, maar wat mijn moeder dus altijd doet, die komt dan vaak daarna de kamer binnen, die veegt dat allemaal bij elkaar, dus mm-hmm. al dat vocht, die doet dat in een pannetje en die legt daar wat plakjes balkenbrei erbij. En dat is werkelijk een delicatesse. Dat zijn bij jullie in de familie heel populair, hè? Heel erg populair, en dan wordt iedereen uitgenodigd. Alle neefjes, nichtjes, die komen allemaal bij elkaar. Ja. En dan gaan we daar eens met z'n allen lekker van eten. En, smikkelen en de familieperikelen doornemen. Dat speelt zich wel af hoor, in mijn familie. Ja, dat is nogal een bende, zal ik maar zeggen. Ja, zo kan je het zeggen. Ja. En jouw eigen vrouw, hoe denkt die daarover? Ja, die is het daar eigenlijk dus helemaal niet mee eens. Oh. Maar die moet er wel dicht houden, want daar heb ik sowieso altijd wel een appeltje mee te schillen. Wanneer dan ook, die kan ik soms maak ik die midden in de nacht wakker. En dan worden rekeningen vereffend. Dan worden de rekeningen vereffend. En dan pak ik er zo bij de schouders, dan schud ik er eens flink door elkaar. Schijn ik met een lamp in het gezicht en zeg ik, jou moet ik niet. Jou moet ik niet. En dan weet ze al wat er gaat gebeuren. Dan weet ze hoe laat het is. Ja, en dan probeer ze weg te komen. Ik heb een ketting om de nek te leggen. Oh, ja, dus die kan niet weg, hè? Die kan helemaal niet. Kan niet weg. Je probeert wel weg te lopen, maar dan... Ja, Wurk ze er eigenlijk, hè? Dus die kijkt wel uit. Dus die blijft maar ook vaak maar gewoon liggen. En dan is de klitsklas kleier. Tikkedee. Ja, natuurlijk. Want jij hebt altijd een beetje een hekel aan haar gehad, hè? Altijd. Van begin af aan eigenlijk heb ik die niet gemolken.
heb ik daar een scheidtekel aan gehad aan haar wijf, man. Ik weet niet hoe ik me daar ooit heb kunnen me daarin heb kunnen laten luisteren. Nee, eigenlijk raadselachtig. Oh, ik kotste van werkelijk een vies beestje, vind ik het. Ja, het is helemaal niks. Het is vlees nog vis eigenlijk. Ja, precies. Ik heb alles geprobeerd wat ik maar met haar kan, want ik ben een avonturier op seksueel gebied, hè. Ja, experimenteren doe je graag. Experimenteren graag, met stompe voorwerpen.